Goed, vandaag twee erg lekkere wijnen uit Spanje. Een rode en een witte. Om te beginnen met de witte uit Rías Baixas, dus het uiterste noordwesten van Spanje, Galicia, waar het koud en koel is, zeker naar Spaanse maatstaven. En waar men gespecialiseerd is inderdaad in bijzonder lekkere witte wijnen. En de wijnen van Rías Baixas worden eigenlijk door de Spanjaarden zelf als de beste witte wijnen van het land gezien. Deze producent, Baigas de Padrinyan, een van de betere producenten in het gebied, maken wijnen op verschillende niveaus. Deze wijn is echt heel typerend Rías Baixas. Geen houtrijping, heel fris, heel fruitig. Beetje appel, peer, licht exotische toets eraan. Echt een zalig glas witte wijn, heel verfrissend. Andere wijn komt uit Catalonië, ze zitten in een ander deel van Spanje. Montsant is de denominación de origen die in 1998 ontstaan is in het achterland van Tarragona, in de beste wijngaarden eigenlijk van de toenmalige deel Tarragona. De wijn die we hier hebben is akoestiek en is eigenlijk een vrij opvallende wijn, omdat de dominante druifsoorten in de wijn de Garnacha en de Carignana zijn. En Carignana noemen ze in deze hoek van het land Samso. Een wijn met heel veel fruit, maar tegelijkertijd ook heel veel concentratie. Wat hout, behoorlijke diepgang, maar al met al zou ik hem het liefst toch willen omschrijven als heel vol en heel zacht vooral. Krachtige wijn.